Dit is deel 3 van Hoorcollege 13. Nou, we weten nu wat vooroordelen zijn, waarom ze bestaan en waarom ze ook blijven bestaan. En we hebben ook al gezien wat voor verwoestende effecten vooroordelen kunnen hebben als je lid bent van een minderheidsgroep. Dus in dit laatste gedeelte van het college gaan we praten over hoe we vooroordelen kunnen verminderen. Hoe kan je nou zorgen dat mensen minder ruzie maken met leden van andere groepen? En hoe dat we ons ook empathischer kunnen opstellen naar mensen van groepen waar we zelf geen lid van zijn. En vooral als dat een minderheidsgroep is. Nou, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Een vraag waar ook psychologen, wetenschappers al heel lang mee bezig zijn. Ja, een heel voor de hand liggend idee en antwoord op die vraag is dat mensen gewoon contact moeten hebben met elkaar. Dat is de contacthypothese stelt. Ja, mensen moeten contact hebben met leden van andere groepen en op die manier zullen vooroordelen verminderen. Nou, is contact dan ook echt het antwoord? In 1954 sprak het Amerikaanse Hoge Rechtshof zich uit tegen segregatie van scholen. En dat betekende dat er scholen werden opgericht waar zwarte en witte kinderen samenkwamen en met elkaar in de klas zaten. En daar zie je hier een mooie foto van. En ze keken naar elkaar en denken, oh, wauw, zie je er zo uit. Want je moet je voorstellen, die segregatie was overal. Dus ze zagen elkaar niet op school, maar ze zagen elkaar ook niet in een restaurant of in een andere publieke setting. Dus ze leefden compleet gescheiden levens. En vanaf dit moment gingen die twee groepen met elkaar in contact komen. En natuurlijk was het de hoop, tenminste van heel veel mensen, dat ook de verhoudingen tussen die groepen zou verbeteren. Nou, in het algemeen is dat ook wel gedeeltelijk gebeurd. Dus er waren wel zeker scholen waarbij dit contact heel goed verliep. En waarbij er ook vriendschappen ontstonden tussen kinderen met een verschillende huidskleur. Maar helaas zijn er ook heel veel voorbeelden waarin dat contact eigenlijk helemaal niet goed verliep. Waarbij er juist heel veel ruzies waren tussen die verschillende groepen. En ook al was er dan wel officieel desegregatie, zag je dat die groepjes helemaal nooit met elkaar omgingen. Dus dan gingen alle zwarte kinderen alsnog met elkaar spelen en alle witte kinderen met elkaar spelen. Dus dan was er alsnog een soort van segregatie, ook al zaten ze dan wel bij elkaar in de klas. Dus contact alleen, gewoon mensen bij elkaar zetten, ja, dat lijkt toch niet voldoende te helpen. Er lijken bepaalde soort van voorwaarden te bestaan waaraan dit contact moet voldoen. En die voorwaarden die zijn in eerste instantie al opgesteld in 1954 door deze man hier, Gordon Allport. En die creëerde een hele lijst van eigenschappen, voorwaarden waar contact tussen groepen aan moet voldoen om die verstandhouding tussen groepen te verbeteren. Nou, Allport had echt een hele lange lijst met voorwaarden. Die ga ik niet allemaal met jullie bespreken. Ik bespreek er vier. Vier van de belangrijkste, denk ik. De eerste is gelijke status. En dat wil zeggen dat die leden van die verschillende groepen dezelfde status moeten hebben. Nou, daar heb je meteen al een probleem te pakken. Want als er sprake is van een meerderheidsgroep en een minderheidsgroep, is er vaak geen gelijke status. Dan heeft de meerderheidsgroep een hogere status dan de minderheidsgroep. Maar in die setting van bijvoorbeeld een klaslokaal is het belangrijk dat de kinderen het gevoel hebben dat dat geen rol speelt en dat de status gelijk is. Dus dat er geen speciale behandeling is bijvoorbeeld of een andere benadering vanwege een meerderheidsgroep of een minderheidsgroep. De tweede regel die hier ook een beetje mee samenhangt is dat het ondersteund moet worden door sociale normen. Dus er moet binnen die school absoluut geen sprake zijn van discriminatie of andere regels of andere plekken op basis van huidskleur. Dus het moet echt die integratie en die coöperatie tussen kinderen moet echt aangemoedigd worden door formele instanties. Dus bijvoorbeeld een school en een leerkracht, ook natuurlijk heel belangrijk. De volgende is dat de kinderen ook wederzijds afhankelijk van elkaar moeten zijn. Dus ze moeten samenwerken en ze moeten ook afhankelijk zijn van elkaar voor hun prestaties. Dat was een hele belangrijke voorwaarde. En tot slot wat heel goed werkte in het verbeteren van contact was het hebben van een gemeenschappelijk doel. Nou, al deze verschillende voorwaarden zijn ook onderzocht. Onder andere in misschien wel een van mijn lievelingsexperimenten, het Robbers Cave experiment, uitgevoerd door Sharif in 1961. En dit is echt een van mijn favoriete experimenten. Ik ben blij dat hij in dit laatste gedeelte van het college zit. Ik zal zo meteen vertellen waarom. In dit experiment werden jongetjes uitgenodigd. Het waren allemaal jongens van dezelfde achtergrond. 22 jongens in totaal. En ze mochten op kamp met elkaar. Dus het was een daadwerkelijk kamp wat ging plaatsvinden. En in eerste instantie kwamen ze, in de eerste fase van het experiment, kwamen ze aan bij die kampplaats. En dan gingen ze gewoon met elkaar spelen. Gewoon kampactiviteit uitvoeren, een tent opzetten, nou, noem maar op.
Dan volgde het tweede onderdeel van het experiment. En in dit onderdeel werden ze willekeurig ingedeeld in twee verschillende groepen. Dus er werden twee groepen gecreëerd. En die groepen mochten zichzelf ook een naam geven. En ze noemden zichzelf de Rattlers en de Eagles. Dus de adelaars en de ratelslangen noemden zichzelf. En ze gingen tegen elkaar strijden. Dus ze gingen spelletjes doen tegen elkaar. Dit waren echte klassieke spelletjes zoals touwtrekken of voetbalwedstrijdjes. Noem maar op. En ja, ze gingen dus voortdurend tegen elkaar strijden. Er waren ook prijzen die ze konden winnen, trofeeën. Er was ook een prijs waarin ze messen konden winnen. Wat ik dan weer een heel slecht idee vind als je jonge jongetjes die met elkaar in conflict zijn, messen gaat geven. En de bedoeling van deze derde fase was om conflict te creëren. Dus echt een conflict om te kijken dat twee groepen tegenover elkaar komen te staan. Dat lukte, zwak gezegd. Er was wel degelijk conflict tussen deze twee groepen. Dat liep ook eigenlijk snel heel erg uit de hand. Zoals we wel vaker zien bij dit soort oude experimenten. Dus die jongetjes die gingen met elkaar vechten. Die gingen elkaar daadwerkelijk met elkaar op de vuist. Ze gingen ook dingen uit elkaar tenten jatten. Dus het was zeker een stevig conflict. Maar dit was niet het einde van het experiment. En dat is waarom dit een van mijn lievelingsexperimenten is. Want Sharif had namelijk ook nog de bedoeling om weer harmonie te creëren. Want hij wilde niet alleen maar conflict bestuderen. Hij wilde kijken hoe kan je die groepen nou weer nader tot elkaar brengen. En hij deed dat in eerste instantie door de jongetjes gewoon weer bij elkaar te zetten. Net zoals gebeurde in 1954 met die kinderen van zwarte en witte kinderen bij elkaar in de klas. Nou, we zetten ze bij elkaar, we kijken wat er gebeurt. Nou, in dit geval van dit Robbers Cave experiment ging dat niet goed. Die jongetjes bleven gewoon met elkaar vechten. Maar gelukkig had Sharif goed geluisterd naar Alport en hij had gekeken naar welke condities kan ik nou gebruiken om dat contact te verbeteren. En hij gaf deze jongetjes in de laatste fase van het experiment een reeks gemeenschappelijke doelen. Dus taken die ze konden oplossen alleen maar door samen te werken. Waarin ze heel erg afhankelijk waren van elkaar. Ze moesten bijvoorbeeld een vrachtwagen maken of een bus maken die ze allemaal gebruikten om goederen naar dat kamp te krijgen. Dus allebei die groepen, de Rattlers en de Eagles, waren er allebei van afhankelijk. En ze konden alleen maar die bus maken door samen te werken. Dus ze moesten samenwerken om dit op te lossen. En zo had Sharif nog allemaal andere taakjes bedacht met gemeenschappelijke doelen, waarin samenwerking centraal stond, wederzijdse afhankelijkheid. Dus al die jongetjes moesten echt samenwerken. En vervolgens keek hij, lukt het? Gaan die jongetjes dan vervolgens weer vrienden worden? Jawel, het lukte. Het is Sharif gelukt om een experiment uit te voeren in 1960 wat goed afliep. Uiteindelijk zijn deze jongetjes gewoon allemaal in die bus die ze samen hadden gemaakt weer vrolijk en blij afgeleverd bij hun ouders. En had Sharif iets heel belangrijks geleerd over intergroepsconflict en het herstellen van harmonie. Nou, deze voorwaarden zijn ook later toegepast in bijvoorbeeld het Jigsaw-model. Van eigenlijk een methode die gebruikt kan worden in klaslokalen. Om ook in klaslokalen vooroordelen te verminderen. En discriminatie te verminderen. En in dat Jigsaw-model gaan kinderen in kleine groepjes samenwerken. En dat zijn hele gemixte groepjes. Dus groepjes van kinderen van allemaal verschillende etniciteiten, geslachten. Juist als er veel problemen zijn, werkt dat goed om ze heel goed met elkaar te mixen. Ze zijn in kleine groepjes en die kinderen moeten afhankelijk zijn van elkaar om samen te werken aan bepaalde taken. Dus hun uitkomst moet echt afhangen van succesvolle samenwerking. En dat Jigsaw-model is heel succesvol, want het is gebleken dat dat vooroordelen vermindert, integratie bevordert en dat is ook heel erg belangrijk, het bevordert ook empathie. Dus je wordt empathischer naar je klasgenoten, ook klasgenoten van minderheidsgroeperingen. En empathie, dat is echt het sleutelwoord hier. Dat is heel erg belangrijk dat jij je in kan leven in de ander. Niet wegzet als, oh die hoort niet meer bij, oh die is anders. Maar iemand echt gaat zien als een individu. Dat is best wel lastig. Maar er is ook nog een andere manier om dat te doen. En die andere manier is heel mooi gedemonstreerd door deze vrouw hier. Dit is Jane Elliott. Jane Elliott is geen onderzoeker. Het is geen wetenschapper, geen psycholoog. Het is een juf. Een juf van kinderen uit groep 5. Dus dat zijn kinderen van ongeveer 8 of 9 jaar. In 1968 gaf zij les aan een groep kinderen, dus van groep 5. Op een school in een heel landelijk gebied in Iowa. En dit waren kinderen die allemaal wit, heel weinig contact met minderheden. En zij merkte in de klas dat er heel veel racisme was. Dus heel veel negatieve uitlatingen over zwarte mensen bijvoorbeeld. Vooral zwarte mensen. En dit was kort na de moord op Martin Luther King Jr.
Toen wilde zij dit eigenlijk aan de kaak stellen. En ze wilde deze kinderen eigenlijk overtuigen dat discriminatie niet oké is. En dat je nooit mensen anders mag behandelen op basis van hun huidskleur. En om dit te demonstreren heeft zij een heel erg ingenieus experimentje bedacht. Het Blue Eyes, Brown Eyes antiracisme experiment. Kijk maar eens even mee hoe dat in zijn werk ging. This is a special week. Does anybody know what it is? National Brotherhood. National Brotherhood Week. What's brotherhood? Treat everyone as though he was your brother. And is there anyone in this United States that we do not treat as our brothers? Yes. Who? Yes. The black people. Who else? Indians. Absolutely, the Indians. Many places in the United States. How are black people treated? How are Indians treated? How are people who are of a different color than we are treated? They don't get anything in this world. Why is that? Because they're a different color. You think you know how that would feel to be judged by the color of your skin? Do you think you do? No, I don't think you would know how that felt unless you had been through it, would you? It might be interesting to judge people today by the color of their eyes. Would you like to try this? Yeah! Sounds like fun, doesn't it? Since I'm the teacher and I have blue eyes, I think maybe the blue-eyed people should be on top the first day. I mean, the blue-eyed people are the better people in this room. Oh, yes, they are. Blue-eyed people are smarter than brown-eyed people. This is a fact. The brown-eyed people do not get to use the drinking fountain. You'll have to use the paper cups. You brown-eyed people are not to play with the blue-eyed people on the playground. Well, the brown-eyed people in this room today are going to wear collars so that we can tell from a distance what color your eyes are. Ready, Laurie? Brown-eyed. She's a brown-eyed. You'll begin to notice today that we spend a great deal of time waiting for brown-eyed people. I don't see the yardstick, do you? It's coming over there. Hey, Miss Lake, you better keep that on your desk when the brown-eyed people get out of hand. Oh, you think if the brown-eyed people get out of hand, that would be the thing to use. Who goes first to lunch? Blue-eyed. The blue-eyed people. Blue-eyed people may go back for seconds. Brown-eyed people do not. Brown-eyed. Don't you know? They're not smart. And it seemed like when we were down on the bottom, everything bad was happening to us. The way they treated you, you felt like you didn't even want to try to do anything. It seemed like Mrs. Elliott was taking our best friends away from us. What happened at recess? Were two of you boys fighting? Russell called me names and I came in the gut. What did he call you? Brown eyes. They always call us that. Yeah. You always call us brown eyes. What's wrong with being called brown eyes? It means that we're stupider. I watched what had been marvelous, cooperative, wonderful, thoughtful children turn into nasty, vicious, discriminating little third graders in a space of 15 minutes. Yesterday, I told you that brown-eyed people aren't as good as blue-eyed people. That wasn't true. I lied to you yesterday. The truth is that brown-eyed people are better than blue-eyed people. Russell, where are your glasses? I forgot them. You forgot them, and what color are your eyes? Blue. Susan Ginder has brown eyes. She didn't forget her glasses. Yeah. Russell Ring has blue eyes, and what about his glasses? He forgot them. He forgot them. Yesterday we were visiting, and Greg said, "Boy, I like to hit my little sister as hard as I can. That's fun." What does that tell you about blue-eyed people? They're naughty. The brown-eyed people may take off their collars. And each of you may put your collar on a blue-eyed person. The brown-eyed people get 5 extra minutes of recess. You blue-eyed people are not allowed to be on the playground equipment. You blue-eyed people are not to play with the brown-eyed people. Brown-eyed people are better than blue-eyed people. They're smarter than blue-eyed people. And if you don't believe it, look at Brian. I use Orton Gillingham Phonics. We use the card pack. The brown-eyed children were in the low class the first day, and it took them 5.5 minutes to get through the card pack. The second day, it took them 2.5 minutes. The only thing that had changed was the fact that now they were superior people. You went faster than I ever had anyone go through the card pack. Why couldn't you get them yesterday? We had the collars on. You think the collars kept you? Just keep thinking about those collars. Oh,
and you couldn't think as well with the collars on. Well, 4 minutes and 18 seconds. How long did it take you yesterday? 3 minutes. 3 minutes. How long did it take you today? Four minutes and 18 seconds. What happened? Went down. What were you thinking of? This. I hate today. You do, I hate too. Because I'm blue-eyed. See, I am too. There's nothing, it's not funny, it's not fun, it's not pleasant. This is a filthy, nasty word called discrimination. We're treating people a certain way because they are different from the rest of us. Is that fair? No. No. Nothing fair about it. We didn't say this was going to be a fair day, did we? No. And it isn't. It's a horrid day. Okay, you ready? What did you people who are wearing blue collars now find out today? I know what they felt like yesterday. I did too. How did they feel yesterday? Down. Like a dog on a leash. Yeah. Like you're chaining them up into prison. Like you shut it up and you're throwing the key away. Should the color of some other person's eyes have anything to do with how you treat them? No. All right, then should the color of their skin? No. Should you judge people by the color of their skin? No. When you see a black man or an Indian or someone walking down the street, are you going to say, look at that silly looking thing? No. Does it make any difference whether their skin is black or white? No. Or yellow? No. Or red? No. Is that how you decide whether people are good or bad? No. Is that what makes people good or bad? No. Now you know a little bit more than you knew at the beginning of this week? Yeah. Yes. Okay, now are you back? Yes. That feel better? Yes. Oh, does the color of the eyes that you have make any difference in the kind of person you are? No. En zo zijn we dan aan het einde gekomen. Niet alleen maar het einde van dit college, maar het einde van deze hele cursus. Nou, in het allereerste college zei ik dat ik hoopte dat ik jullie perspectief op de wereld zou kunnen veranderen. Best wel een ambitieus doel. Ik hoopte dat ik jouw kijk op de sociale wereld waarin we allemaal leven zou kunnen veranderen. En ik hoop dat dat een beetje gelukt is. Ik hoop dat je wat meer inzicht hebt gekregen in je eigen gedrag, maar ook het gedrag van mensen om je heen. Ik hoop dat je beter begrijpt waarom we doen wat we doen. En dat dat je ook helpt om misschien wat empathischer te zijn naar anderen om je heen. Nou, ik heb echt met heel veel plezier deze hoorcolleges voor jullie opgenomen en gegeven. En ik hoop dat je er ook zelf met plezier naar hebt gekeken. En ik wil je heel erg bedanken dat je erbij was.